Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's, first of all, I would really like to thank my colleague Javier Nart for his excellent work and the very relevant initiative. Gracias, Javier. Want, collega's, de burgers vragen ons natuurlijk om op te treden tegen terroristen. En dus moeten we ook zorgen dat we de financiering van de terroristen, dat we die droogleggen van financiering. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is, de aanbevelingen die we vandaag vanuit het parlement naar de commissie, naar de commissaris sturen, om echt wel die financiële stromen droog te leggen. Ze zijn heel concreet, meneer de commissaris. U heeft ze opgesomd. Meer controle op die grote en, zoals de anderen zeggen, de kleine transacties. Meer controles op die prepaid kaarten. Ook kijken welke giften gaan nu naar het buitenland. Wat gebeurt er met de geldstromen naar de moskeeën? We moeten niet onnozel zijn. Terroristen hebben financiering nodig als ze terroristische aanslagen willen plegen. En vandaar dat ik ook heel blij ben met eigenlijk het inlichtingenplatform rond financiën dat we eigenlijk vandaag vragen om op te richten. Maar collega's, ik wil vandaag een stap verder gaan. Sinds 2014 zijn er in Europa 17 aanslagen gebeurd. En als je gewoon keek naar die daders, van de meeste aanslagen zaten één of meerdere daders in één of meerdere databanken. Dus daarom wil ik van dit moment vandaag gebruik maken om nog eens een statement te maken. We moeten verder gaan. We moeten gaan naar een echte Europese inlichtingendienst. Ik dank u.